Wij hebben afgelopen dagen 22 nieuwe pupjes binnengekregen. En ik had er al 40, dus ik heb nu ongeveer 60 pupjes. Die hadden niet geboren mogen worden. Als iedereen zijn hond laat steriliseren of castreren, dan is het probleem echt vele malen minder. Ja, het is lastig. Er zijn echt heel veel honden, heel veel straathonden helaas. Of nou, niet echt straathonden, ze behoren wel tot iemand, maar die lopen gewoon ongesteriliseerd rond. De meeste honden blijven niet thuis, dus ze gaan de straat op en ze raken zwanger. En veel van die nestjes worden dan toch gedumpt bij de asielen. Dus de asielen zitten echt super vol. Dus het belang van sterilisatie is echt heel hoog. Het loopt de spuigaten uit, het kan niet meer. We krijgen vanmiddag nog 8 pupjes. Die mensen die huren een huis bij de Fondation. En daar tekenen ze in het contract dat er max 2 honden bij het huis mogen. Dus er zijn 2 honden, maar het is mannetje, vrouwtje. En het is niet gesteriliseerd en niet gecastreerd. En dan komen er 8 pups. Dat mag niet. En daarom hebben we deze week en volgende week de sterilisatieactie alleen voor die organisaties. Om toch te proberen wat aantallen weg te werken, naar beneden te krijgen. Zodat ook de asielen gewoon niet zoveel puppies meer krijgen. Want ja, het gaat gewoon niet. Ze dweilen met de kraan open op een moment. Ik heb ze in de slaapkamer, ik heb ze in de badkamer, ik heb ze overal. Ik weet niet meer. Het is zelfs, op het moment stellen we het verplicht. Oké, we komen de pups halen, maar u bent er verantwoordelijk voor dat de moeder in ieder geval gesteriliseerd wordt. Anders doe ik het niet meer. En gebeurt dat? Ja. Maar het is te laat. Iedereen op het eiland zou moeten weten dat je gratis je hond, je kat kan laten steriliseren, castreren. Er lopen er te veel op straat. Van de week ook een telefoon van iemand. Ja, bij jullie in de Knoek. En ja, het is maar 750 meter. Er lopen er 4. Mag ik ze brengen? Ja, doe maar, anders gaan ze dood. Iemand heeft die daar gedumpt, heeft niet zelf durven, willen, kunnen bellen. Dan ik gooi ze maar ergens neer, dan, nou ja. Ik heb nu 7 pupjes bij me, die krijgen een eerste enting. En ik heb een hondje bij me, dat hebben we een paar weken terug van straat gehaald. Die heeft een zeer poot en die moet gelukkig nog maar 2 keer in de week. Maar eerder moest hij om de dag voor een nieuw verband, schoonmaken, medicijnen. Dus dat hebben we nu bij ons. It used to be all of this was open, all of this was open. And now we just have this tiny little piece. He's healing really well. This is well. Ja. Yeah. En de fracture? Oh, he's got a fracture. Er zijn hier maar 2 dierenartsen op Bonaire en we werken allebei echt super hard om te helpen en om de dieren te steriliseren. Maar ja, het is gewoon echt heel veel. Dus eigenlijk zouden we meer dierenartsen, meer manpower moeten hebben om echt dagelijks te blijven steriliseren om de nummers naar beneden te werken. Jij was bij die van Radpan Village, ja. Was erbij. Zo'n actie zou kunnen helpen? Ja, dat was Caribbean Friends for Life die actie had georganiseerd. Ik heb contact met Evelien en die denkt er zeker over na om het 2 keer per jaar te doen. Dus misschien dat ze in het najaar nog terugkomt. En ook onze organisatie die wil ook in het najaar zeker nog zo'n campagne doen. Dus ja, het is echt wel de bedoeling dat het vaker gaat gebeuren. En dat er dan meer dierenartsen komen helpen. Dat er dierenartsen uit Nederland komen of Amerika of waar dan ook ter wereld. Want je hebt gewoon meer mensen nodig om hard te werken.
maak een afspraak, bel op. Als je geen vervoer hebt, dierenhulp kan helpen. Ook FKK is zeker bereid om te helpen. Maar laat je hondje en katje steriliseren, zodat er niet zoveel puppies en kittens komen. En dat die niet allemaal in het asiel eindigen. Dat zou echt heel fijn zijn voor iedereen, denk ik. En voor de dieren ook natuurlijk.